De boswachter noemt het natuurherstel. Zij noemen het vernieling van een uniek gebied. De komende jaren wil Staatsbosbeheer 2% van het bos kappen, zodat er meer open duin ontstaat en er meer verschillende planten en diersoorten bijkomen. Daar zijn de leden van de actiegroep Het Schorlse Bos moet blijven het niet mee eens. Waarschijnlijk zie je het zelf ook. Het zijn verschrikkelijk mooie bomen. En ja, je voel je er goed bij. Ja, er zijn zoveel redenen. Ik vind het gewoon prachtig. Ze willen het terug gaan vormen naar een kaal zandgebied zoals het was in 1900. Maar daarvoor was het begroeid. Eigenlijk was het de bedoeling om in de winter al te beginnen met de kap. Maar omdat de gemeente Bergen langer de tijd nodig heeft om de benodigde vergunning op orde te krijgen, kan deze jongen, hier op archiefbeeld, voorlopig niet aan de slag. Ik ben heel blij dat er voorlopig niet gekapt wordt. Daarmee blijft de diversiteit van dit gebied in stand. En we kunnen nu een jaar langer met de provincie en met Staatsbosbeheer praten over het in stand houden van dit gebied. Kijk, in de tijd kunnen de inzichten veranderen en dan krijg je misschien toch een ander inzicht. Maar uitstel betekent volgens boswachter Maarten Duinker zeker geen afstel. De vertraging is geen probleem. Nou, eigenlijk niet. Voor de natuur maakt één jaar niet zo heel veel uit. En wij volgen gewoon de procedures. Dat vinden we heel belangrijk, dat we gewoon alle vergunningen hebben. Dat vinden we belangrijker dan dat we eerder of later beginnen. Daar is waar we naar kijken. De actievoerders strijden ondertussen door. Ik kom zelf uit Groet. Daar gaat 80% van het bos weg. Dus als we daar niet voor blijven strijden, dan zijn we een dief van onze eigen. Dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken.